Wij weten eindelijk wat we gaan maken voor surprise, hè? Schreeuwen voor hulp en dat niemand dan komt. I got more than my share. Met al die kleren aan en uit doen, dat schiet niet op. Zo, hij is bijna af. Mijn botox en alles. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. Oh, het is vandaag woensdag. Even mijn mems aan het afzetten bij mijn schoonmoeder. En ik ga even naar Veldhuiskliniek, want ik heb daar een afspraak. Want ik wil gewoon dit hier af. Wat je allemaal ziet. Ik vind het echt super lelijk. Kijk, als ik zo dus zie het niet goed, maar het begint al wel een beetje te zien. Het al een beetje gewoon dat het gewoon erop ligt op mijn huid. En ik haat dat dus. Ik wil dat echt niet. Ik heb hier ook weer lekkere dikke vette dingen in zitten. Dus ja, dit is ook weer leuk en mooi en sjeu. Maar ja, hoort erbij, hè. Hey pieps, mijn afspraak bij de dingen ging wel goed. Ik heb wat informatie erover gehad, over mijn botox en alles. Ik weet niet of ik alles ga doen wat ik wilde gaan doen, maar ik moet maar even kijken. Ik ben nu nog bij de Bijenkorf, want ik moest nog even wat Kiehl's product halen. En ik ben even aan het rondstruimen. Of ik nog wat leuk zie. Vette ballen, jongen. Gisteren wel Memphis echt vaak zijn bed uit. Oh. Ik ga nu lekker naar huis. Ik zal eigenlijk vandaag video in elkaar zetten. Mijn shoplog video en alles. Ik heb geen oppas vandaag, want mijn schoonmoeder is ziek. Dus vandaag ga ik niks doen dus aan mijn video. Want ik ben gewoon mama. En dan zorg ik voor de kleine. Nee, want ik vind het irritant als ik nu ga werken. Met Memphis erbij. Dat gaat niet zo lekker. Want ik heb altijd een enorme focus als ik bezig ben. En wil ik zo niet gestoord ben. Als ik gestoord word, dan word ik heel erg geïrriteerd. Dus daarom is dat geen match. Ja, kinderen stoor je natuurlijk super vaak tijdens dat hele gebeuren. Dus nee, dat vind ik ook zielig voor hem. Dan ben ik vet zagrijnig en zo. Dat wil ik niet. Dus dan neem ik ook gewoon de hele dag vrij. En dan neem ik ook tijd voor hem. En dan gaan we gewoon lekker duikspelletjes spelen en zo. Dan komt het helemaal goed. Alleen dan kan ik vandaag niet mijn werk doen. Nee, dat moet ik dan maar morgen doen. Alles naar morgen verschuiven. Morgen heeft Memphis de hele dag school. Dus dan heb ik genoeg tijd. Sta ik gewoon even wat vroeger op. En dan gewoon knallen, knallen, knallen. Heartbreaks and promises. I got more than my share. Oh yeah. Zo, ik heb net mijn video opgenomen met al mijn kleren aan. Ik heb het nu bloedheet. Want mijn kachel staat ook op 22,5. Met al die kleren aan en uit doen, dat schiet niet op. Maar ik had lekker keihard de muziek aangezet. En ik was echt helemaal even in mijn eigen hum, weet je. Dat is super lekker. En ben je lekker je kleren aan het passen. Het is vandaag zo regenachtig en donker. Ik moest hem wel alle twee die lamellen omhoog gooien daar. En ik lag ze net op elkaar. Toen dacht ik, hey, oh, dit zijn mijn sokken trouwens. Dit is trouwens ook wel leuk, zo met die witte blouse. Dus ik denk dat ik hem toch wel hou. Nou ja. Dus ik ben net klaar. Ik ga nu alles editen. Memphis is vandaag naar school. De hele dag. Ik had echt moeite mee weer. Ik ben echt, echt een poesie ben ik aan het worden of zo. Ik vond het gewoon moeilijk dat hij vandaag wegging. Wacht, het wordt donkerder. Mijn bril opruimen. Die had ik ook voor mijn shoplog gebruikt. Ik vind het gewoon moeilijk of zo. Als hij dan nu de hele dag moet en hij moet poepen. Want hij kan nog niet zo goed zijn billetjes zelf afvegen. En dan ga ik alweer allemaal van die rampscenario's te bedenken. Dat hij dan alleen daar zit en gaat schreeuwen voor hulp. En dat niemand dan komt. En dan ga ik al dat soort dingen denken. Dat ik denk van ja, dat moet ik helemaal niet. Ik moet eigenlijk van het positieve uitgaan. En juist van het goede. En dat het vertrouwen in mijn kind dat het allemaal goed komt. En dat hij dat kan gewoon. Dat is een mond vol. Oké, ik ga nu even verder met editen. Want dan kan ik mijn gedachten even verzetten. En dan ga ik geen rampscenario's bedenken. Ik ga eerst even thee drinken. Oh, ik heb nog thee staan. Die is hartstikke koud. Hartstikke veel tijd. Ik ben nog nooit zo vroeg klaar geweest. Ik ben gewend om te editen, filmen, allerlei dingen tegelijk doen. En het is nu 11:15. En waarom staat de politie voor mijn deur? Waarom staan ze hier? Oh, ze rijden al weg. Doei doei. Niks misdaan hoor. Ik zie laatst tijd wel vaak politie in mijn vorige vlog ook al. Nou, oké. Ik ga met mijn lekkere comfy trui die ik van de H&M heb gekocht, ga ik lekker editen. Ik vind hem echt super lekker zitten. En dan met mijn legging broek. Love it. Love it, love it, love it. Jezus, ik haat het als ik zo druk ben hè, met alles. Ik heb net mijn vlog helemaal gedaan. Maar is nog niet helemaal af. Knippen en plakken heb ik gedaan. Ik ga nu eventjes naar de Solo om wat spulletjes te kopen. Want ik moet tractatie doen. Hoi, bekkes. De tractatie doen voor Memphis. Boodschapje doen. En nog wat broodbeleg halen. En dan ga ik weer verder met editen. Dan ga ik Memphis ophalen. Dan ga ik weer verder met editen. Dan ga ik koken. Dan ga ik even met de kinderen tijd spenderen. En dan ga ik weer editen. En de zakjes in elkaar zetten. Yay! Lekker busy! Busy wizzy! Ik ga eens even ademhalen. Oké, ik kan er tegenaan. Dit crappy hoofd moet het maar vandaag doen. Goedemorgen, het is vandaag. Even denken, welke dag is het ook weer vandaag? Oh fuck. Het is vandaag vrijdag. Ik zou eigenlijk uitdelen op mijn school. Kijk maar, is ook echt broeien.
Maar dat heb ik niet gedaan, omdat Memphis was gisteren, had hij een hele dag school. En toen heeft hij op school gespuugd. En toen hij thuis kwam, heeft hij weer gespuugd. Dus hij is echt niet lekker. Dus vandaag is hij lekker thuis. En het is best wel balen, want zaterdag is meneertje jarig. Ja, dan wordt hij 4. En maandag gaat hij echt vol tijd beginnen op school. Dus ik vind het wel jammer dat hij zich nu zo voelt. Ook zielig voor hemzelf, omdat hij dan zijn verjaardag heeft en dan is hij niet zo lekker. Maar ik moet zeggen, het gaat nu al wat beter. Oh ja, dus ik moest eigenlijk zijn dingen uitdelen, maar hij gaat woensdag nu uitdelen. Dus ja, ik heb nog even tijd. Busy, busy, busy. Dat was hem. Memphis, kijk, je hebt een kaartje gekregen. Ga je hem openmaken? Ik denk dat hij voor je verjaardag is. Wauw! Eentje jarig. Openmaken. Kijk! Wauw! Wow. Je kan lezen. Lieve Memphis. Jee, 4 jaar naar groep 1. Ja, ben je er blij mee? Geen antwoord. Oké. Okay. Ik ga hem bij de andere kaarten zetten. Nou, wij weten eindelijk wat we gaan maken voor surprise, hè? Wat gaan we maken? Een popcorn bakje. Hij passeert af en toe. Ik ben helemaal ingepakt, want ik heb het echt freaking koud. As usual. Action, here we come. We zijn bij de action. We gaan nu even al die spulletjes kopen. Wat we nodig hebben voor de surprise. En dan gaan we vanavond hem in elkaar zetten. Let's do this. Dus jij moet even zeggen wat we nodig hebben. Lijstje. Als je mijn handschrift kan lezen. Witte prullenbak. Winkel nummer 2, omdat ze geen schuim hadden. Hoe heette dat schuim ook weer dat we moesten hebben? Construction schuim. Zo, een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik heb net de kinderen naar school gebracht. Ik ga nu auto rijden, want ik moet nog even wat dingen bij de Action halen. Want Alessia surprise. Nou, ik denk voor 30% af. En de rest moet ik vandaag nog doen. En ik moet ook nog die uitdeelzakjes maken voor Memphis. Memphis had zaterdag zijn verjaardag gevierd voor de familie. Maar ik had dat niet gefilmd. Omdat sommige mensen toch ook niet echt op camera willen. En met editen wordt het echt een hele cream. Maar ja, dus ik ben eigenlijk best wel gebroken. Nog van het weekend. Ik ben echt kapot. Ik had wel echt iets superleuks gevonden. Maar dat ga ik zo meteen wel even laten zien. Ja, ga ik zo laten zien. Ja, mijn ding doen. Oké, dit heb ik tot nu toe gemaakt. Deksel moet ik dan nog even doen. Die heb ik hier liggen. Mijn man er eentje. Ik had dit gekocht. Oh, het een beetje. En dat plak ik er dan zo meteen op. Maar ik zag dat het hier een beetje los was gegaan. Dus dit moet ik even fixen. En eerst eten, stofzuigen, dweilen. En dan ga ik verder met de surprise. Want ik heb honger. Ik heb nog niks gegeten. Na de verjaardag had ik nog niet gedweld. En ik vind het nooit zo fris dan. Ben je weer boos? Zo koud, maar ik heb dus nu net die bolletjes gemaakt. Ik moet niet zien hoe het eruit ziet, want ik had dus oude bierflesjes van de verjaardag. Moet je even kijken. Dus zo heb ik het even gedaan. Maar dit wordt mijn popcorn dit. Ik wil dit niet in huis doen. Ik moet het nu laten drogen, dan plak ik het op de deksel. Oh, ik heb het zo koud. Mijn haar ziet er trouwens echt pretty uit, nat. Not. Yes, ik heb alle spullen bij elkaar. Ik heb hier lijm. Ik hoop dat deze lijm het überhaupt gaat doen. Want mijn pistoollijm ding, ik heb geen lijm meer daarvoor. En ik heb geen zin om weer naar de winkel te gaan. Dus ik doe het hiermee. Ik heb dit uitgeprint. Die komt hierboven vol op. En, oh ja, mijn schuim. Wacht. En kijk eens. Doet dat niet? Ja, nu wel. Let us begin. Het gaat weer eens mis. Blijf niet plakken. Kijk. Het zit echt niet. Kijk, deze is er al afgepleurd. Een keer over te gaan doen hoor. Dus ik ga naar de winkel. Hier heb ik dus echt zo'n hekel aan dat ik weer duizendste keer dat ik naar de winkel toe rijd. Dus nu ga ik weer naar de winkel. Lijm, dat die lijmpistool dingen. Het zit zo slap erop. Het valt ook iedere keer eraf. Alleen nu herinner ik mij dat ik die lijmding op de grond heb laten liggen. Ik hoop niet dat Zeno daarin gaat zitten, weet je. We plakken daar kaas vacht. Het zal goed komen. Oh ja, ik had trouwens ook nog een heel leuk cadeautje van Nick gekregen. Dat ik vergeten te vertellen. Ik had die oude Nintendo gekregen. Nu moet ik goed rijden. Ja,
Dus ik had dat spelletje van hem gekregen. En vroeger speelde ik Mario. Echt die ouderwetse Mario. Hè? Want die van die PlayStation ding, dat snap ik echt helemaal niks van. Die ouderwetse Mario, die vond ik echt super cool altijd. Ik weet alleen dat je dan tegen dat blokje aan moest springen. Zo met je hoofd, weet je. Dan had je een punt of zo. En moest je iedere keer bij die paal komen. Nou, ik denk dat ik nu alweer verslaafd ga raken. En we moeten nog even iets voor in die bak te hebben. Zodat je wel moet zoeken naar cadeautjes. Weet je, ik vond dat vroeger ook altijd leuk. Zat het ergens helemaal onderop, weet je. En dan... En dan uiteindelijk heb je je cadeautje gevonden. En denk je, woehoe, dit is zo goed. Ik dacht misschien een oude krant of zo. Misschien moet ik mijn schoonmoeder even bellen. Of zij ook nog even wat oude kranten heeft. En zo. En dan komt dat vanzelf allemaal wel goed. Ik had mijn richting aan hoor. Niet zo boos te kijken. Ik ga even heel zachtjes dat beeldje op. Altijd naar plekjes waar ik er makkelijk in kan. En ik zie hier een makkelijk plekje. Achteruit inparkeer. Dan wil ik nooit zeg maar een heel smal plekje hebben. Ondanks dat ik rijles heb gehad, ben ik daar gewoon echt niet goed in. Oh, sorry meneer. Kijk, gaat dat ding weer piepen? Daar word ik weer helemaal hysterica van. Volgens mij sta ik nu wel aardig goed hoor. Ik heb het voor elkaar gekregen. Voilà. Zo, ik ben klaar. Ik heb alles gehaald. I'm ready to rumble this Christmas. Without you, I will be lonely this Christmas. Lonely. Raar chickie. Het weerpolitie. Oeh, maar ik heb het goed gedaan. Ik heb een knipperlicht aangegeven. Oh, ik heb zo zin in kerst, jongen. Ik zat te denken of ik een vlogmas moet gaan doen. Dus iedere dag vloggen of om de dag. Maar dat ik wel vaker ga vloggen. Ik vind het altijd wel gezellig om naar te kijken. Dus ik dacht, zou ik dat doen of zou ik dat niet doen? Daar ben ik nog over in dubio met mezelf. Dan zegt dat je dan moet je het ook echt iedere dag doen. En die verplichting, weet je. Zet een beetje druk op mijn ziel. Ik snap ook niet hoe ze dat doen. Dus dan film je en dan edit je in de avond. En dan zit je de volgende dag online. En zo gaat dat iedere dag. Dus dan kan je geen ene avond kan je dan denken van, goh, laat me even een filmpje gaan kijken of zo. Ik heb last van perfectionisme. Dus als ik zeg, nou weet je, ik edit het gewoon snel, ben ik gewoon echt uren bezig. Dat is gewoon mijn handicap. Ik kan niet gewoon een filmpje online droppen dat ik denk van, nou ik weet niet, ik ben er niet helemaal tevreden mee, dus doe hem maar online. Het is gewoon moeilijk voor mij, omdat ik die perfectionisme zit in de weg. Maar kan ik nu wel zeggen van, ik moet ook hier af. Kan ik nu wel zeggen van, weet je, ik ga het nu niet doen. Dit keer wordt het anders. En die discussie heb ik dan met mezelf. En uiteindelijk wanneer ik aan het editen ben, dan denk ik van, oh nee, dit kan nog beter. En dat kan nog beter, zus en zo. En eindstand, nou, is het 3:00 PM en ben ik nog bezig. En ben ik nog niet blij mee. Oh, mijn kamer! Die gaat erbij slapen. Die is even aan het warm worden. Zo, hij is bijna af. Ik wil nog iets meer volume aan deze kant, dat hij wat hangt eroverheen. En dan ben ik helemaal blij. Ik ga nu de cadeautjes daarin pakken. Oude kranten hebben, dat heb ik niet. Om het erin te doen, zodat ze dan wel moeten zoeken naar een cadeautje. Snap je? Dat vind ik wel zo leuk. Oh, het is al 2:00. Oh. Yes. Dit is hem geworden. Dat zijn de cadeautjes. Ik ben er echt al super blij mee. En zover ik begreep was Celestia er ook super blij mee. Dus ik ga nu de hele nacht editen. En Memphis heeft echt een bui. Ik wil lopen. Ja, ga maar lopen. Ben je weer blij? Even knuffeltje. Toppetoppetop. Zo. Dat was niet zo leuk hè, Nen? Ik wil spelen. Ja, zullen we samen zo even eerst je neusje doen en dan spelen? Ja. Mijn papa moet de auto. 1, 2, 3, 4. Wow! Doe maar nog een keer. Ik wil weten hoe je dat doet hoor. 1, 2, 3. Zeno, Zeno, kom aan de kant. Maar er is niks aan de hand. Is toch een gewone speelgoedje? En vis, we gaan naar bed man. Ja. Mag ik maar. Ik ook de bed. Je achtervolgen. Is goed. Mag ik de telefoon? In alle uithoeken van Groot-Brittannië. Dankjewel. Oeh. Oeh. Ah. Dat is mooi. Ben je klaar? Nou, kom naar bed. Kom. Knuffel. Mm.
Slaap lekker. Slaap lekker. Hou van jou. Hou van jou. Tot morgen. Tot morgen. Doei doei. Doei doei. Love you. Love you. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vergeet geen duimpjes omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Ik upload video's 2 keer in de week over mijn moederleven. Dus vind je dat leuk, dan ben je hier altijd welkom. Of course. Doei doei!